Ik heb vorig seizoen een sportief minder jaar gehad, zowel in Hongarije als in Sittard. Terwijl ik me daarnaast wel gewoon echt fysiek gewoon top voel. En ja, weet je, wat dat betreft, ik voel me niet minder dan 2 of 3 jaar geleden. En ja, weet je, toen werd ik topscorer en maakte ik in die 2 seizoenen bijna 50 doelpunten en 20 assists. Dus, weet je, aan het fysieke gedeelte heb ik het gevoel dat het niet ligt. Dus ik ben wel heel erg gebrand om me dit jaar weer te bewijzen. En ja, ik wil zowel op als buiten het veld van waarde zijn. Onder meer topscorer geworden in de Super League, uitstapjes naar Hongarije. Hoe zou je carrière eigenlijk omschrijven? Nou ja, weet je, er zijn verschillende dingen die heel erg mooi zijn. Ja, natuurlijk de promoties die je meemaakt. Mijn allereerste promotie hier toen met de Graafschap. Is natuurlijk fantastisch. Nou ja, goed, daarna in Turkije gepromoveerd, hier in Nederland nog weer een keer. En ja, goed, dat zijn mooie dingen. Je hebt mooie bekerwedstrijden, Aziatische Champions League gespeeld. Europa League, weet je, in China ook. Wedstrijden met tegen Drogba aan elkaar, weet je, dat zijn allemaal leuke dingen die je dan meemaakt. En ja, goed, dat zijn wat dat betreft niet echt dingen die er echt heel erg uitspringen. Maar die ervaring, die breng je dan wel weer mee terug hier naar de Vijverberg? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ja, nou ja, goed, weet je, dat is ook een van de redenen waarvoor ik gehaald ben. En dat is om de jonge jongens, want het is toch een vrij jonge groep nog, om daar ook een stukje ervaring in mee te brengen. En, ja, de jongens scherp te houden en de dingen mee te geven die ik meekreeg toen ik op deze leeftijd was. Alleen ja, goed, het voetballandschap is natuurlijk wel veranderd. Weet je, in mijn tijd toen ik voor het eerst bij de selectie kwam, daar had je nog jongens als Peter van Vossen, John van der Bron. En ja, liepen er nog van dat soort spelers rond, zeg maar. En dat is nu in het hedendaagse voetbal natuurlijk niet meer het geval. De Peter van Vossen van deze groep? Nou, zo wil ik mezelf eigenlijk niet noemen. Nou ja, goed, weet je, ieder doet dat op zijn eigen manier en ik zal er ook mijn eigen invulling aan geven en proberen daarin ook mijn steentje bij te dragen.